Op de hoek van de Friedrichstraße en de Oranienburgerstraße staat een gebouw dat sprekend een ruïne lijkt. Dit is Tacheles. Je kan het je niet voorstellen, maar deze puinhoop wordt een openbaar monument genoemd. Het schijnt een bijzondere staalconstructie te hebben. Het gebouw is een voormalig warenhuis uit 1909. In de Tweede Wereldoorlog is het door bommen zwaar beschadigd. Na de Wende werd het gebouw in 1990 door kunstenaars bezet. Rond 1995 verschenen de eerste investeerders. De 60 kunstenaars hadden geluk. Ze kregen een huurcontract voor 10 jaar en gratis ateliers. De maandelijkse huur bedroeg 1 D-mark. Naast de smeltkroes van internationale artiesten maken dames van plezier, straatmuzikanten en vreemde vogels het artistieke plaatje compleet. Inmiddels is, in 2009, het volstrekt onduidelijk wat de toekomst van het gebouw zal zijn.